vlog. Het is vandaag zondag en zoals jullie weten is de klok een uur vooruit gegaan vannacht. Dus we hebben allemaal een uur korter geslapen. Nou is het 9:45, het is 9:30 net geweest, het is bijna 9:45. Ik heb wel redelijk lang geslapen omdat ik, of tenminste redelijk kort, niet lang, kort geslapen. Omdat ik vannacht heel erg onrustig was in verband met darmen. Ik liep daar namelijk weer een beetje mee te tobben. En het heeft me een beetje wakker gehouden afgelopen nacht. Van de pijn eigenlijk. Dus ik heb nu heel erg lekker geslapen. Dus vandaar dat ik wat langer ben blijven liggen dan normaal. Normaal ga ik echt gewoon rond een uur of 7:15 ga ik eruit. Alleen vandaag niet. En het is zondag, dus mag vast wel een keertje. Ik ben mijn skincare aan het doen, zoals je ziet. Ik ben mijn laatste crème en serum aan het opsmeren. Ik heb nu mijn gezicht lekker gewassen met de Garnier Foaming Cleansing Gel. Ik heb net mijn crème opgedaan en ik heb nu mijn serum nog even opgedaan. Die mix ik altijd. Ik heb de meest chille kleding ooit aan. Ik heb mijn sport-BH aan. Ik heb dit zo van, ah ja, merch stopje aan. Van Nielsen. Ik dacht die doe ik eens aan. En ik heb gewoon een simpele jongensbroek aan en mijn sloffen. Ik ga naar beneden. Ik ga koffie drinken. Dat moet ook gebeuren. Tenminste, ik wil even koffie. Alhoewel, ik denk dat ik dat even hier zet. Ik ga gewoon even hier lekker koffie zetten. Dat kan ook gewoon wat. Daar hoef ik dus niet per se voor naar beneden. Dus we doen het gewoon lekker hier. Goed, kijk. Nu had ik trouwens gisteren mijn haar geverfd. Dus nu zie je het echt niet. Maar in de zon zie je het wel, door het rood is. Maar in het gewone licht valt het dus gewoon bijna niet op. En daar ben ik ook heel stiekem blij. Ik heb mijn haar trouwens net nat gemaakt, omdat ik het echt niet normaal kreeg. Dus ja, ik heb koffie. Ik ga lekker opdrinken. Hij is ook al gewoon drinkbaar, want ik heb hem gemixt met warme en koude koffie. Dus dat is wel fijn. En ik ga even mijn laptop en zo alles al neerzetten. Ik ga nog niks doen, maar wel alles neerzetten. Om zo meteen natuurlijk te gaan editen, want dat moet ook gebeuren. Aangezien er anders geen video online staat morgen. Dus dat gaan we maar even doen. Dus ik ga mijn laptop even neerzetten en alles aansluiten. Dan ga ik even naar beneden zo wat eten, even medicijnen innemen, want ik heb nog steeds wel heel veel buikpijn. En dan gaan we gewoon lekker de dag beginnen. Het wordt denk ik gewoon een heel relaxed zondag. Je zondagsdagje, want nu staat niet veel, er staat eigenlijk niks op de planning. Ik wil vandaag een beetje gaan knutselen. Dus dat ga ik zo meteen lekker doen op mijn gemakje. En ja, ik heb trouwens voor mijn moeder, gisteren kwam ik daarachter. Mijn moeder is weer gaan diamond baiten. Dat vindt ze hartstikke leuk. Maar ik kwam er dus gisteren achter dat ze dus ook diamond baiting sleutelhangers hebben. En van vlinders. Nou, maar is mijn moeder gek van diamond baitingen en ze is gek van vlinders. Dus heb ik die gisteren voor haar besteld. Ze waren al een beetje duur uitgevallen. Ze waren al €13. En er kwam nog eens €8 verzendkosten bovenop ofzo. Dus bijna net zo duur als sleutelhangers. Maar in ieder geval, dat heb ik dus voor haar besteld. Dat komt vandaag of dinsdag komt dat binnen. Dus ben ik heel erg benieuwd hoe ze dat gaat vinden. Ik ben heel erg benieuwd. Goed, inmiddels heb ik koffie gedronken en ontbeten. En ga ik nu de video afgelopen vlog editen. Dat moet ik ook nog doen. Dus ik ga mijn oortje in doen. Mijn nieuwe draadloze oortjes. En dan ga ik editen. Dat moet wel gebeuren. Hij moet morgen online. Dus dat gaan we nu doen. Goed, inmiddels is de vlog dus geëdit. En ik had dus nog een paastak liggen. Een soort houten tak met vaasjes eraan. Die ik dus eigenlijk zou. Die we eigenlijk mijn oma, mijn tante en ik zouden dus met z'n drietjes lekker gaan knutselen. Om dat leuk te maken voor Pasen. En ja, in verband quarantaine en we mogen nergens heen. Hebben we dus allemaal onze eigen spullen bij elkaar gezocht. Die hebben we thuis. Mijn tante heeft het al gemaakt. Mijn oma heeft het al gemaakt. Alleen ik moet het nog gaan doen. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik ga nu naar beneden. Ik ga al mijn spullen pakken. En ik ga knutselen. En er zit iets in mijn oog. Trouwens, ik ga de laatste tijd mijn bril weer vaker krijgen. Ik heb mijn bril niet zo heel veel op de laatste tijd. Maar ik begin te merken dat ik heel slecht ga zien. Gisteravond ook. Ik moest iets lezen en ik zag gewoon helemaal niet meer wat er stond. Dat was wel echt vervelend. Dus daar ga ik ook op letten. Maar
ik ga knutselen. En ik ga jullie meenemen. Ik ga gewoon leuke timelapses maken van hoe het zo hartstikke kaal is. Als, of tenminste tot hoe het wordt als het klaar is. En trouwens, mijn haar, jongens, is nog steeds rood. En heel stiekem vind ik het nog steeds super leuk. Het ziet er heel anders uit. Maar het zit wel lekker. Maar wat ik merk is dat sommige plukken wel langer doorlopen. Maar goed, dat komt omdat mijn haar gewoon zwart is. Maar in ieder geval de blauwgroet is wel uit mijn haar. En daar ben ik heel erg blij mee. Er zit nu wel een roodachtige gloed overheen. Dus dat ben ik wel tot in de kom. Maar ik ga lekker knutselen beneden. Dus ik zou zeggen, let's go. Ik ben echt rood. Goed, mijn haar is voor de tweede keer rood geverfd en het is nu wel echt meer rood. Je kan nu ook gewoon wel echt het rode er doorheen zien. Het is meer dan door mijn aanzet die natuurlijk heel erg rood is, maar nu is de rest van mijn haar ook wel rood. Het heeft echt gewoon serieus een rode gloed. Zoals je ziet, het is wel allemaal echt rood nu. Het is nog steeds, dit is nog steeds donkerder dan dat de aanzet is. Maar dat is logisch, want er zit zwarte haarverf in. En geen bruin of rood of zo. Maar het is wel beter. Je ziet wel degelijk dat er nu rood in zit. En geen andere kleur. Zo, wat ik zeg, gewoon een paar keer echt continu rood blijven verven. En geen bruin en zwart en al dat soort kleuren. En dan is het top. Maar zo zie je het niet, maar in de zon wel. Kijk, zie je? In de zon zie je wel dat het rood is. Even zon zoeken, waar is de zon? Kijk, je ziet wel dat het rood is in de zon. Zie je dat? Dus ik heb wel degelijk rood haar. Alleen hier zie je het niet zo goed, omdat mijn eigen huid heel donker is. Maar goed, geeft niet. Ik ben er wel blij mee. In ieder geval, ik ga nu denk ik even... Oh, ik ben gebeld. Door wie ben ik gebeld? Door Ash. Wat heeft ze gestuurd?
Dus ja. Ik ben blij met mijn haar. Yay! Super, super blij mee. Top! Goed, ik heb bij de hele family beneden masker op gedaan, ook bij mezelf. Bij hun heb ik het allemaal afgehaald en ik heb iedereen lekker voorzien van cremmetjes en dingen. En bij mezelf ga ik het er nu ophalen. Even lekker en chill per dagje, jongens. Dat mag ook wel eens. Een beetje tijd voor jezelf is ook belangrijk. Dus ja. Toppie. Ik heb vorige keer een vraag waarom ik altijd deze handdoek pak. Maar hier hangt dus altijd mijn handdoek als ik mijn gezicht en zo heb gedaan. Nee, nee, ik doe verder niks anders met die handdoek. Alleen mijn gezicht afdrogen. Dus ja. Dat was wel even lekker om eerlijk te zijn. Alleen mijn make-up doekjes zijn bijna op. Er zit er nog heel weinig in. Dus sowieso moet ik morgen weer naar de Action. Maar dan om nieuwe make-up dingen te halen. Want alles is op. Ik heb ook mijn laatste maskertje gebruikt, dus... Alles begint een beetje op te trekken. Het is trouwens wel meer rood, omdat het bij de eerste keer verven was. Het is wel verder gekomen dan dat het normaal komt. Dus dat vind ik wel heel erg fijn eigenlijk. En ja, voor de rest maakt het me allemaal niet zo heel erg uit. Maar het is wel rood en dat vind ik echt super leuk. Maar zodra de kappers open zijn, wil ik mijn haar gewoon helemaal rood gaan verven op hun manier. Misschien dat ze het dan eerst moeten... blonderen of zo, ik weet het niet. Maar dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ik ga wel even liggen en lekker een filmpje kijken of zo. Het is 3:30. Ik heb trouwens mijn muur veranderd. Ik heb hier de tak opgehangen. Ik weet niet of ik dat al verteld had. De tak hangt nu hier. Dat lange schilderij staat in de andere kamer. Want ik wilde even wat anders hier. Dus ik heb die opgehangen. Mijn klok hangt hier en mijn gitaar hangt hier. Het is ook gelijk even wat rustiger. En ik vind het heel erg leuk hangen. Super, super blij mee. Helemaal top. Goed, inmiddels hangt die nog steeds aan de muur. Ik heb de hele avond TikToks opgenomen. Wat zit nou weer? Oh, mijn vest. Ik denk wat ligt er nou op mijn bed. Ik heb de hele avond TikToks opgenomen en niks gedaan. En met Ers gebeld en voor de rest niks bijzonders gedaan. Die TikTok Savage. Is echt moeilijker dan je denkt, jongens. Ik vind tenminste, ik vond hem echt wel lastig om even door te krijgen. Maar vervolgens is hij wel gelukt. Wil je nou zien hoeveel? Check even het linkje in de beschrijving naar mijn TikTok. Dan kun je al mijn TikTok zien die ik de afgelopen avond heb opgenomen. En ja, ik ga zo lekker slapen. De dag vandaag was niet heel erg boeiend. Het was heel relaxed. Ik heb weinig gevlogd, omdat er ook weinig gebeurde. Morgen staan er weer wat dingen op de planning en ook iets heel erg leuks. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat morgen allemaal verloopt. Dit kunnen jullie morgen allemaal zien. Dus ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!